Bonjour, deze Tour, daar zijn we weer. De motoren worden weer uitgeladen achter mij. Het is vandaag een bijzondere dag in de Ronde van Frankrijk. We hebben weer een aankomst bergop. En het is 14 juillet, de Franse nationale feestdag. Al is daar, hier waar wij nu staan, op dit schitterende industrieterrein, nog weinig van te merken. Zo, de laatste keer dat u Kim zag, moest even zoeken, Kim zag, was toen we de, de Puy de Dôme op de achtergrond hadden, waar we dus uiteindelijk niet naartoe zijn gegaan. Hoe gaat het nu met je, Kim? We zijn een paar dagen verder. Zeer goed tegen. Ja? Ja. Mooi zo. Vermaak je nog een beetje? Top. We hebben echt hele mooie ritten gezien. Veel ritten met aanvallers. Wij moeten altijd een beetje onze weg zoeken natuurlijk, ook qua voeding tijdens de etappen. Dat gaat niet altijd even goed, hè? Een paar dagen geleden had je het even lastig. Ja, een paar dagen terug had ik een hongerklop. Maar gelukkig kennen we genoeg collega's die zo vriendelijk genoeg zijn om ons iets door te geven. Dus we hebben besloten dat we nu dagelijks maar even naar een bakkertje gaan. De lunch komt wel goed. Warren Barguil is de laatste Franse ritwinnaar op 14 juli. Hij won 6 jaar geleden op de 14 juillet de etappe naar Foix. Tony Galopin won nog nooit een rit, droeg ooit op 14 juli de gele trui. Hij is bezig aan zijn laatste seizoen en zal zich ongetwijfeld nog wel een keer willen laten zien. Dat was met een ritje wel weer, hè? Mooi. Wat een publiek. En wat een publiek, ja, publiek op die slotklim. Het publiek moet zich wel een beetje beginnen gedragen, want wat we vandaag gezien hebben was redelijk op de limiet. Ja, vond je het erover? Ja, oké. Als je ziet dat renders moeten beginnen publiek wegduwen om te kunnen passeren. Ja. Ja, niet goed. Ja, what goes up must come down. Hoe lang staan we hier nog voordat we naar beneden kunnen? Misschien een uurtje of zo, hopelijk. Nou, we gaan het zien. Het is 6:30, we zijn terug in de vrachtwagen. Daar gaan we weer ons omkleden. En dan moeten we nog naar het hotel. Dus dat wordt een latertje, denk ik, eer dat we aan tafel zitten. Bonsoiré en tot de volgende. Ook namens Kim.